Hi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een video. Welkom! Vandaag ga ik jullie een deel van de kerstcollectie, of in ieder geval gewoon een speciale collectie van Chanel laten zien. En die heeft wel hele mooie dingen. Want dat zijn deze, dat zijn de Rouge Allure lipsticks. Die hebben ze normaal ook al, maar nu zitten ze in een rode verpakking. Dat is echt behoorlijk uniek, want volgens mij maakt Chanel alleen maar hun klassieke zwarte verpakking. Maar nu dus even niet. Die ga ik laten zien, maar ik begin even bij de ogen. De collectie waar ik het nu over heb, dat is de collection Numero Rouge. En hij is al online te koop in de webshop van Chanel. En binnenkort ook bij de andere verkooppunten. Een link naar een artikel daarover staat in de comment, in de beschrijving. Maar daar vind je in die collectie, vind je in ieder geval dit oogschaduwpalet. En dat heet de Trait de Caractère. En het is een oogschaduwpalet met een beetje taupegrijzige kleur. Echt een hele mooie. Ja, een beetje een vanillekleurige highlight. En dan nog twee wat donkere tinten die wat matter zijn. En een best wel opvallende donkergroene kleur. Het is mij niet helemaal duidelijk of deze collectie nu echt de feestdagencollectie is. Want echt super feestelijk vind ik het niet. Ik heb nu het oogschaduwpalet op. Heb ik hier gebruikt. Ik heb alleen de donkergroene kleur niet gebruikt. Die heb ik wel gebruikt in de vorm van een oogpotlood. Maar dat is dus niet deze. Maar het brengt in ieder geval fijn aan. De kleuren zijn mooi. En het is een goed palet. Dus zeker een mooie aanrader. Ik zal nog even. En ik zei dus inderdaad dat ik een donkergroen oogpotlood heb gebruikt. Dat is de Stylo Jeu Waterproof. En dat is in de kleur Legendary Green. En dat is een hele mooie donkere kleur. En die heb ik aangebracht zeg maar, op mijn waterlijn. Dus zeg maar tegen mijn wimperrand aan. Vanaf de binnenkant. Ik ben trouwens sowieso fan van deze oogpotloden van Chanel. Want die zijn echt goed waterproof. Dus zoek je een oogpotlood wat echt moet blijven zitten. Ook al ga je zwemmen of wat dan ook. Dan moet je deze eens proberen. Het enige nadeel is dan weer dat je soms een beetje lastig af kan krijgen. Maar met een goed product lukt dat dan wel weer. Er is ook nog een ander oogschaduwproduct of een oogproduct. Dat is de Ombre Première. En dat is dus een cream oogschaduw. Een crème oogschaduw. En dit is de kleur Silver Scream. En deze oogschaduws zijn heel fijn als je inderdaad houdt van één of twee kleurtjes oogschaduw. En je graag wil dat ze de hele dag gewoon goed blijven zitten. En niet te veel poespas. Dit is Silver Screen dus. Een beetje een glans. In ieder geval glanzend. Ze zijn bijna allemaal glanzend. Er zijn ook matte varianten. En ik zou zeggen dat het een zilver is met een beetje een cakey kleurige glans. Het meest opvallende zijn natuurlijk deze lipsticks. Ik liet ze net al zien. Het zijn er vier in totaal. Er zijn twee matte varianten en twee normale varianten van de Rouge Allure. Die hebben een zachte glans. En ze zijn geschikt voor eigenlijk alle huidtinten. Het is dus zo dat als je een wat getinte huid is, bijvoorbeeld een beetje vurige rood weer mooi. Heb je een wat koelere huid, dan is een rood met een beetje blauw erin weer heel erg mooi. En zo heb je dus vier kleuren die eigenlijk ieders behoefte wel voldoen. Nou, de verpakking is natuurlijk echt heel mooi. Hij is dus behoorlijk uniek. En een Rouge Allure betekent dat als je hem open wil maken, dat je dus op de bovenkant duwt. En dan komt de lipstick er aan de bovenkant uit. En dan heb je hier de Rouge Allure. En dit is de nummer 1. Die is volgens mij niet mat. Die is glanzend. Ik zal hem even op mijn hand swatchen. Dit is dus de Rouge Allure nummer 1. Dit is de Rouge Allure Velvet. Nummer 2. Hij lijkt zo wel te glanzen, maar op je lippen droogt hij wel wat matter op. En dit is de Rouge Allure Velvet nummer 3. Nou, eens even kijken. Dit is dus nummer 1, de nummer 2 en de nummer 3. Je ziet dat de Rouge Allure, de 2 en 3, die lijken best wel heel erg op elkaar, moet ik eerlijk zeggen. Die is inderdaad wat anders qua tint. Maar deze twee lijken behoorlijk veel en zijn ook nog allebei mat. Maar ik ga ze even opdoen.
En die lijkt inderdaad wel heel erg op die nummer 2. Hij is ietsje donkerder, denk ik. Ietsje dieper van kleur. Die andere is net wat lichter of zo van tint. Deze is meer donkerrood. En zeker, ja, zo. Ik weet niet, hij valt op mijn lippen inderdaad wat donkerder uit dan op de swatches. Nou, dit zijn de rode lipsticks dus inderdaad van deze collectie. 3 van de 4. Volgende heb ik juist de vurige, zeg maar niet. En die had ik eigenlijk wel op zich graag willen proberen. Maar die is dan wel weer in de Rouge Allure. En ik heb wel weer voorkeur voor de Rouge Allure Velvet. Nou, anyway, dit zijn de kleuren. Ze zijn in ieder geval heel erg mooi. Maar er is nog iets voor je lippen. En daar ben ik dan weer niet zo fan van. Maar het is de Rouge Coco Gloss. Tenminste niet zo'n fan. Ik ben niet zover, niet geen fan van deze kleur. Of voor deze lipgloss. Maar gewoon van lipgloss in het algemeen. Maar hou je er wel van. En wil je een beetje glans. Dan is de Rouge Coco Gloss natuurlijk wel heel goed. Deze kleur die heeft ook nog een nummer. 784. Ik weet de naam even niet uit mijn hoofd. En ik zal hem ook weer even bij de swatches doen. Waar zal ik hem neerzetten? Ik zet hem gewoon even hier. Nou, is het behoorlijk gepigmenteerd, zie je. Misschien een beetje glanzend, maar goed gepigmenteerd in ieder geval. Dus echt voor lekkere glanzende lippen. Je kan trouwens ook een lipgloss bijvoorbeeld prima combineren met zo'n matte lipstick. Dan zet je gewoon de lipgloss een beetje in het midden, hier van je lippen. Om een klein beetje het effect van vollere lippen zeg maar te krijgen. Dat is altijd misschien wel een leuke tip. En dat kun je ook met een gekleurde lipgloss doen. En zo kun je natuurlijk ook lipstick en lipgloss combineren. Om een beetje een unieke kleur te krijgen. Of juist een heel leuk effect. Dus gewoon een beetje experimenteren. Altijd leuk. Nou, last but not least. Deze nagellakken. Ze hebben echt mooie nagellakken. En deze kleur is wel de mooiste. Dat is Neon Nail Color is het ook nog. En het is de kleur Scenario. Hij lijkt op beeld, denk ik, erg oranje. Ik moet zeggen, hij zit een beetje tussen roze en rood in het echt, moet ik zeggen. Ja, dat zou ik toch wel omschrijven. Hij is behoorlijk veel, maar ik heb hem dus nog niet getest. Want je ziet, ik heb al hele mooie rode nagels. En dat is gel nagellak van OPI. En daar kun je natuurlijk wel wat overheen lakken, maar dat is niet echt de representatieve kleur dan. En er is ook nog een zwarte. Dat is deze. En dat is de Celebrity. Dat is een gewone nagellak, dus geen neon. Chanel heeft trouwens wel tegenwoordig de longwear nagellakken. En die blijven echt veel beter zitten. Zijn een stuk gepigmenteerder ook en dekkender dan zeg maar de nagellakken van een paar jaar geleden. Dus zeker de moeite om even nog opnieuw te proberen, de nagellakken van Chanel. Had ik al gezegd hoe deze heet? De Celebrity. Ja, heb ik al gezegd. Nou, dit is in ieder geval een kleine indicatie van hoe de Chanel kerstcollectie eruit ziet. En nou, je ziet ook het effect op mijn gezicht. En nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. De collectie is dus inderdaad al te koop in hun online shop, de Chanel webshop. Maar daarna, over een, volgens mij einde van de maand, dus misschien deze week alweer, is de collectie ook te koop bij al andere verkooppunten. Wel zolang de voorraad strekt. En ik denk zeker dat die rode Rouge Allure Velvet best wel snel zullen gaan. Dus echte Chanel fans, rennen naar de winkel. En meer informatie over de prijs en dat soort dingen kun je allemaal vinden in het artikel. En de link staat in de omschrijving. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik ga nu weer verder met nog een video opnemen. En dit vinden jullie misschien ook wel leuk. Dat is weer het uitpakken van de adventskalender. Die komt binnenkort ook online, inderdaad. En de eerste van Rituals, die hebben jullie al kunnen zien. Dus zie jullie snel weer!